Nederland stootte vorig jaar 0,7% meer broeikasgas uit dan het jaar daarvoor. Zo meldde onlangs het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat meer zou voor onze klimaatdoelstellingen minder moeten zijn. In 2020 25% minder dan in 1990, om precies te zijn. Nu staan we op min 11,2. Dat lijkt slecht nieuws, maar toch zijn we goed bezig. Kijk maar even mee. Alleen al de twee kolencentrales op de Maasvlakte die dit jaar zijn gesloten, schelen 3%. In Geertruidenberg, die gaat over op biomassa en dat is nog eens 1,5%. Staan we al op bijna min 16. En dat is nog maar het begin. We bouwen megawindpark op zee, leggen massaal zonnepanelen neer, halen aardwarmte uit de bodem en gaan meer energie besparen. Ja, echt. Jij ook. Energieonderzoeksbureau CE Delft, zo ongeveer de huisadviseur van de altijd kritische milieubeweging, heeft berekend dat we daarmee afgerond tussen de min 21 en min 25% zitten. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu is een stuk stelliger. Die 25% die halen we, linksom of rechtsom, schreef ze vorige week nog aan de Tweede Kamer. Absoluut, ik heb er zin in. Mocht het namelijk toch wat tegenzitten, nemen we extra maatregelen, bevestigde eerder ook al minister Henk Kamp. Zo staat de sluiting van de Hemweg kolencentrale in Amsterdam bovenaan het lijstje. Zouden we dat vandaag doen, stoten we morgen 2% minder broeikasgas uit. Hoppa! En het nieuwe kabinet? Dat zal met het groene D66 en de nog groenere ChristenUnie zeker niet voor het huidige kabinet onder durven doen. Dus geen paniek om 0,7% meer broeikasgas. 25% minder in 2020? Dat gaan we gewoon halen.